Met één druk op de knop word je bij chatroulette met een willekeurige webcammer verbonden. Uit eigen ervaring heb ik een feest in de groep Japanners meegemaakt. Een meisje uit Nieuw-Zeeland die erg van metal hield. En verder heel veel mannen die er eigenlijk alleen maar heen gaan voor de vrouwen. En dat op vrij expliciete wijze laten werken. Ja, want er zitten nogal wat vieze rikken die achter de webcam zitten. Meer dan 10%. Toch weerhoudt dat mensen er niet van om chatroulette te proberen. Ik zie het gewoon als een leuk spelletje. Iets tegen de verveling, een beetje rare mensen ontmoeten. Maar je hebt ook mensen die het als dating service gebruiken. Of over hun verlegenheid heen te komen. En bandjes geven optredens en proberen zo fans en een hype te krijgen. Eén muzikant lukt dat zeker. Deze improviserende pianist maakt liedjes over zijn chatgenoten. En is sinds vandaag een ware hit op het web. Her friend had shades on, so you couldn't see her eyes. 3-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